Een commissie in West-Suriname rapporteerde aan president Chandrika Prasad Santokhi over de ontwikkeling van bauxietvoorkomens in het Bakhuisgebied. Verschillende internationale investeerders toonden interesse na een oproep tot expression of interest. Geselecteerde bedrijven zullen volledige bedrijfsvoorstellen indienen tegen eind mei of mogelijk eind juni. De regering zal uiteindelijk een investeerder kiezen om het gebied te ontwikkelen met focus op sociaal-economische kansen en behoud van Surinames groene imago en betrokkenheid van lokale gemeenschappen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft opdracht gegeven om beleid te ontwikkelen voor de import van elektrische voertuigen in Suriname met het voorstel om volledige vrijstelling van invoerrechten te bieden. Dit werd bekendgemaakt tijdens de lancering van de Tesla Electrical Vehicle en de Pearl River Piano. Hij benadrukte de voordelen van deze producten en het belang van snel beleid om het gebruik van elektrische auto's te stimuleren. Santokhi sprak ook over Surinames toekomst als een carbon-negatief land en het belang van samenwerking tussen bedrijven. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft op 15 maart 13 brandkaarts van Petronas Suriname Exploration and Production BV ontvangen. Dit als onderdeel van hun maatschappelijk impactprogramma. Deze donatie, bedoeld om het comfort van de patiënten te verbeteren, komt voor uit de samenwerking tussen Petronas en Staatsoliemaatschappij Suriname. Het buitenlands bedrijf heeft plannen om op lange termijn sociale activiteiten, waaronder onderwijs, ten behoeve van de gemeenschap te organiseren.